Hallo allemaal, welkom terug bij... Wat? Oh mijn god. Het is... De update komt er eindelijk aan. Holy shit. Het is tijd, dames en heren, voor de Clash of Clans update. Het is al eeuwen geleden dat we een Clash of Clans update hebben gehad. En het is zo'n grote die er aankomt. Ik ben zo hyped. Momenteel staat er... Dat we het over een paar uur opnieuw moeten proberen. Dus het zal nog even een tijdje duren. Waarschijnlijk komen er vandaag twee uploads. Eentje, één video ervoor. Met nog wat informatie dat ik nog heb kunnen samenkrijgen. Die niet in de vorige video zat. En daarna nog met de echte update. Ik ben zo hyped. Hopelijk jullie ook. Laat zeker even een like achter. En dan laten we even kijken naar wat we allemaal nog te weten zijn gekomen. Voor deze update. Dus mensen. Er is hier een website met allemaal... leaked foto's. Ik zal die in de beschrijving zetten. We gaan eerst even kijken naar wat er bij de beschrijving staat van de update. Er namelijk een brand nieuw Clash World to build and battle in. Dus je gaat een hele nieuwe base krijgen, de Builder Base. Je gaat een nieuwe defensive structures, dus nieuwe defense wapens. Namelijk de Crusher, de Multimortar en de Push Trap. Holy shit, daar gaan we later nog afbeeldingen van zien. Ik ben zo hyped, waarschijnlijk kunnen jullie dat wel aan mijn stem horen. En... holy shit, ik ben echt gewoon heel blij dat het eindelijk er is. Want natuurlijk, jullie weten dat wel. Ik ben beter in Clash of Clans dan in Clash Royale. En Clash of Clans zal altijd mijn game blijven. Dus Truth Swift Abilities. Sneaky Archer, Cannon Card. Holy shit, ik heb geen idee wat het is. Maar we weten dat dat komt. VS Battle Mode, Gem Mine. Er komt een Gem Mine. Ze hebben altijd gezegd dat ze dat nooit zullen doen. Maar het zal er nu eindelijk toch aankomen. Dus laten we nu even kijken naar de afbeeldingen die we hier hebben. Hier hebben we een soort val. Ik heb geen idee wat het is. Maar daar heb ik nog geen naam voor. Ik heb me niet echt voorbereid op deze video. Omdat ik ook de hype erin, mijn eigen hype erin wou. Want nu ben ik toch hyped. Als ik ga voorbereiden ben ik pas binnen een uur klaar of zo. En dan is de update er misschien al bijna. Dus hier dan zie je een soort van een stadshuis met een buildershut erin. Dus vandaar dat het misschien Builders Base gaat heten of zo. Builders Village of zo. Hier heb je allemaal dingen. Je hebt hier precies een klok. Dus dit is waarschijnlijk in de game files dat iemand dat gevonden heeft of zo. Of weet ik veel waar. Maar het is best wel nice dat we hier een kijkje kunnen aannemen. Je hebt hier de kazerne die verandert. Andere soort builders huts. En je hebt hier ook gewoon in het algemeen, ja, de kazernes. En je hebt hier een foto van de Gem Mine. De Gem Mine helemaal van op de onderste rij. En hier zie je hem ook. Je moet hem waarschijnlijk repareren, de Gem Mine. Dus dat is best wel nice dat, dat ze dat toevoegen. Alhoewel, ik vond dat het al in het algemeen tegenover Clash Royale makkelijk was om aan gems te komen in Clash of Clans. Maar misschien wordt er nu echt een bedoeling mee dat je ze echt nodig hebt. Hier heb je een Chinese poster soort van de aankondiging. En wat heel erg raar is, je kunt tussen de pack, dus tussen de arm en de hoorn van de pekka, kun je een triple mortier zien. En die archer toren is heel laag en heeft zo'n handle precies. Dus dat vind ik heel erg nice. Dan gaan we door naar de volgende afbeelding. En dan heb je een heel ander soort iets. Is dat een telescoop precies? Het lijkt op een het ziet eruit als een telescoop. Dat vind ik ook heel erg speciaal. Ook heb je hier precies allemaal andere vallen. Hier heb je nog eens de verschillende levels precies van de Gem Mine. Wat ook heel erg fantastisch uitziet. Hier heb je waarschijnlijk wat zo genoemd is de Push Trap. Een ander soort veerval. Maar ik vind het wel iets hebben. Het past bij Clash of Clans. Het is niet zoiets onorigineels. Dan gaan we door naar de volgende afbeelding. Hier heb je weer allemaal nieuwe traps eigenlijk. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dit allemaal klopt. Maar ik ga ervan uit dat het toch redelijk legit is. Want het ziet er ook legit uit. Hier heb je precies zo'n builder. Die builder die gaat ons misschien allemaal... je weet wel, zoals de vrouw bij de originele base die ons zo allemaal uitleg geeft. Misschien is dat deze builder die ons daarmee uitleg gaat geven. Dan hier zie je nog eens wat ik in de vorige video verteld heb. De customize button. Een dubbel kanon of een triple mortier. Oh mijn god, wat gaat dit allemaal worden. Dan hier nog een keer een afbeelding van van die builder die ons waarschijnlijk uitleg gaat geven. Dan heb je hier nog een rare minion met de Night Witch die in Clash Royale komt. Ik weet niet of dit helemaal klopt, maar dat zullen we allemaal wel zien in de komende update. En we gaan dan door naar de komende update die nu dus komt, dat bedoel ik. Dan mensen, hier in, ik kijk net op de Play Store en... de afbeelding, de nieuwe start afbeelding is
hebben ze hier gepost. Ik ga die kijken of ik hier een screenshot van kan maken. Hoppa, want ik kan hem op een of andere manier nog niet downloaden. Dus dat ga ik dan ook even hierin posten. Dus het is met de boot dat je kunt zien dat ze allemaal aankomen bij nieuw land. Verder kijk ik of ik nog dingen kan vinden, dan zie ik jullie zo terug. Iemand stuurt mij nu ook echt op Twitter, zit met te spammen. Update, update, update. Dat is echt gewoon... Iedereen die eigenlijk echt trouw gebleven is aan Clash of Clans, voelt nu de hype nog meer dan iemand die er ooit is mee gestopt. Ik hoop natuurlijk, stel je bent ooit gestopt, ga het gewoon weer spelen. Kijk of je het weer leuk vindt. Dat raad ik heel erg aan voor deze update. Misschien is het iets heel leuks, helemaal iets nieuws. En dan kunnen we daar natuurlijk echt, echt samen tegenaan gaan. Waarschijnlijk komen er nu voorlopig iets meer Clash of Clans video's, maar dat weet ik natuurlijk niet hoe leuk het echt gaat zijn ofzo. Dat moeten we nog zien. Maar ja, momenteel, ik vind het niet echt meer dan momenteel. Oh, hier heb ik helemaal nieuwe... hier zijn mooie afbeeldingen. Die heb ik zelfs nergens op internet gevonden. Ik vind die net in de Play Store. Dus, verken een nieuwe wereld. Hier zie je dan die afbeelding. Je ziet de gemmine waar je op kunt tikken. Je ziet die nieuwe kanonnen of zo. Nieuwe vallen. Je ziet het stadshuis met de builderhut. En nog heel veel andere dingen. Hier heb je dan... Ga nieuwe persoonlijke gevechten aan. Je ziet hier een soort paarse ballon links in deze afbeelding. Holy damn. Je ziet een vlammenwerper. En een soort speciale Tesla. Wat is dit, mensen? Dit is gewoon helemaal gek. Dit is... En alsof het een hele nieuwe game is. Speelkrachtige verdedigingen bij. Holy damn. Hier zie je een triple... Nogmaals een triple mortier en een dubbel kanon. En namelijk in de officiële screenshots. Dit zijn officiële screenshots. Vorm de ultieme klan. Ja, dat is een beetje nog zoals we het al kenden. Verder is er niks nieuws dat ik momenteel heb. Maar ik wou jullie trouwens daarvoor gewoon even waarschuwen dat de update er dus aankomt. Ook wil ik gewoon snel even zeggen, er gaat Golden Hour zijn. Golden Hour is dus altijd na een grote update dat er enorm veel loot is. Dus in plaats van de update te gaan verkennen, kun je beter snel even wat aanvallen. Omdat er zoveel loot gaan zijn. Want er gaat nu waarschijnlijk 3 uur onderhoud zijn of zo. Heel veel mensen gaan volle mijnen en pompen hebben. Wat je dan het beste kunt doen, is gewoon snel aanvallen nadat je online komt. Er gaat zoveel loot zijn. Vul even je pompen en vul even je tanks en kluizen. En dan kun je er vol tegen aangaan. Ik heb er heel veel zin in. Dat hebben jullie waarschijnlijk echt gehoord aan mijn stem. Ik hoop dat ik deze video echt voor de update online krijg. Want er gaat redelijk veel editen in zitten. Laat zeker even een like achter en een comment achter. Hebben jullie er zin in? Wat jullie ervan vinden? Hebben jullie nog... Waarschijnlijk heb ik wel dingen gemist. Omdat deze dus niet voorbereid was, deze video. Maar ik heb er zo veel zin in. En dan zie ik jullie terug. Waarschijnlijk later vandaag. Of morgenochtend. Met een video over de update. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later, mensen.